Die website redesign van StayOkay, die gaan we maken in Adobe XD. Als het goed is, heb je het bestand voor je openstaan. Dan heb je ongeveer dit, wat ik ook heb. Zo. En daar gaan we gewoon eens even een beetje mee aan de slag. Eerst maken we nog even snel een mapje op de computer. Heel spannend. Dat doen we met het blauwe poppetje linksonder in je doc. Finder heet die. En dan documenten. Zo. Dan mag je even een nieuwe map maken, dus door rechtermuisknop te doen, nieuwe map. Noem die even StayOkay website. En dan kunnen we daar even wat foto's in plaatsen. Uiteindelijk moeten we deze map nog in de OneDrive plaatsen. Dat heb je geleerd bij Digi en anders moet je docent dat straks nog even uitleggen.